Mevrouw Doorstam hebben we aan de telefoon. Mevrouw Doorstam is van Papegaaitjes. Mevrouw Doorstam, we zitten aan het eind van het schooljaar. En het is gebruikelijk dat Papegaaitjes extra activiteiten heeft aan het eind van het schooljaar. Hoe zien die eruit dit jaar? Zo, het nieuwe schooljaar is in aantocht. We beginnen 1 oktober weer. En ik begin nu al te zien dat het goed zal gaan, want we zijn al vol. En het afgelopen schooljaar is ook met succes afgerond, meneer Pinas. Ja. En het succes wordt gevierd, heb ik begrepen, op vrijdag aanstaande? Het is gevierd op vrijdag aanstaande. En we hadden in de zaal 600 mensen. Dat wil zeggen dat het heel goed is gegaan. Georden, voordrachten, uitreiking van rapporten en certificaten. Cadeautjes zijn uitgedeeld. Het was gewoon een succes. Ja. Om hoeveel kinderen ging het dit jaar? 150 kinderen. 150 kinderen. En die gaan van dan naar de kleuterschool nu? 120 stuks gaan naar de kleuterschool. En we hebben ook overgangers gehad. En die gaan nog een jaartje bij me blijven of ze worden gescreend. Volgens de overheidsnormen. Die moet nog komen. Dus maar we hebben een deel die gaan blijven. Ja. Wat zijn de overheidsnormen waarover u het daarnet had? Hoe zien die eruit? Kinderen die van januari tot juni jarig, 4 jaar worden, die moeten gescreend worden. Deels van januari tot maart mogen naar school, maar er moet ook toch nog een screening komen. Maar wat educatie betreft gaan we gewoon door. De normale dingen in de klasse gaan gewoon normaal door, maar de uitjes worden dan voorbereid tweede week oktober. Papegaaitje staat bekend als een school die heel interactief is met de kinderen, met de peuters. Die gaan vaak naar de verschillende dagtochten. Dit zullen we dus het komend jaar ook hebben. Ja, natuurlijk. Elk jaar weer. Dat stoppen we niet, gewoon niet. Ja, ik zou zeggen, ouders, voorzichtig in de vakantie. Let op uw kind. En de kinderen die bij de papegaaitjes moeten komen, zie ik ze dan per 1 oktober. En succes met uw kind.